2009 kreeg ik de brief dat ik een heel hoog bedrag binnen 14 dagen moest betalen. Ik ben toen in paniek geraakt en ik ben naar een makelaar toegestapt. En ik heb het huis in de verkoop gedaan. Fokkelien Faber verloor haar baan en kwam in de WW terecht. Het UWV in Groningen stimuleerde haar gebruik te maken van de zogeheten zelfstandige regeling. Dat is langzaam vanuit de WW weer een eigen zaak opbouwen. Maar het UWV geeft haar verkeerde voorlichting en ze krijgt een naheffing van 88.000 euro. Ik heb gebruik van die zelfstandige regeling gemaakt omdat het nodig was. Maar als ik opnieuw zou mogen kiezen, dan zou ik het nooit meer doen. Soms denk ik wel eens, het is de grootste fout die ik in mijn leven heb gemaakt. Fokkelien had volgens het UWV behalve werktijd ook reistijd en studietijd als werkuren moeten opgeven. Ze stapt naar de rechter en die stelt haar in het gelijk. Zelfs Tweede Kamerleden nemen het voor haar op. Maar bent u nog wel steeds aan het ondernemen op dit moment? Ja, ondanks dat zwaard van Damocles boven u... Ik ben nog aan het ondernemen, maar ik heb er wel een baan bijgenomen. Een halve baan. Dus ik werk heel hard. Ja, zou het niet nog een keer doen, begrijp ik. Gebruik maken. Niet vanuit het UWV. Nee. Maar het UWV blijft vasthouden aan het geldbedrag. En legt zelfs beslag op haar huis. Dat ze dus noodgedwongen verkoopt. Wat vindt u van het UWV? Ja, rampzalig. Het is veel te log en veel te groot. Heel veel afdelingen overal waar je allemaal mee te maken hebt. Veel mensen die op hetzelfde dossier zitten. Niet werkbaar. Ja, wat moet er dan met het UWV gebeuren? Nou ja, het is dus een groot log monster geworden door allerlei fusies. Het zou weer veel kleinschaliger moeten en veel dichter bij de werknemer waar ze voor zijn. Kent u het geval van haar? Nee. Hebt u enig idee wat daar nu mee gebeurt? Ja, dit is een zaak die al langer speelt. Want zij is een van velen, hè? Ja, we praten uiteindelijk over een paar duizend gevallen. Die zijn na een uitvoerige discussie met de Kamer tussen de minister Donner... Is daarover afgesproken dat die allemaal opnieuw bekeken worden. Ja. We zitten ongeveer halverwege dat proces. Dat proces wordt door een onafhankelijke partij, in casu Ruud Vreeman, de oud-burgemeester van Tilburg, geleid. En daar wordt echt maximaal gedaan om de zaken zo eerlijk mogelijk in evenwicht te brengen. Dit soort dingen maakt u kwetsbaar voor de politiek. Er is ook die budgetoverschrijding van afgelopen zomer. Wat was het? 83 miljoen. Een budget van 200 miljoen er in 5 maanden doorheen gebrand. U bent zelf persoonlijk door het stof gegaan als organisatie. Gezegd, dat moeten we uit eigen zak terugbetalen. Komt niet meer voor, hebt u gezegd. Ja. Die reïntegratiebudgetten, dat is gewoon een eigenaardige samenloop van omstandigheden geweest. Die te maken hadden met de fusie en de samenloop met de crisis, waardoor bepaalde systemen nog niet beschikbaar waren voor financiële beheersing. Daar hebben wij inderdaad schuld bekend. We hebben het ook opgelost. Het leidt niet tot een overschrijding van ons budget. En laten we niet vergeten, het is goed besteed. Want het geld is gebruikt om de enorme toestroom van klanten daar een groot aantal mensen op reïntegratie te zetten dan we anders hadden kunnen doen. Die mevrouw zegt, het is een groot log instituut waar ze de weg kwijt zijn. De politici beschuldigen u ervan, maar u zegt, een groot instituut is nodig om het werk goed te doen. Nou, we zijn groot, maar we zijn ook zeer gedecentraal georganiseerd. En we zitten op minstens 30 plekken in het land, bijvoorbeeld voor voor deze klanten. Nog even heel kort, want we zitten zoals altijd bij televisie kort in de tijd. Zijn er manieren, handreikingen die u kunt doen aan de politiek waarmee u kunt zeggen, luister, laat ons gewoon rustig doorgaan, maar je kunt wel hier en daar efficiëntieslagen maken? Ja, we hebben daar ook goede ervaring in. We hebben inmiddels 40% van onze kosten bespaard, 30% van het personeel. We gaan er ook mee door. Maar het belangrijke is dat de discussie dan niet alleen financieel wordt gevoerd, maar dat het gaat over taken. Welke taken je kan afstoten, welke taken beter privaat kunnen gebeuren, welke taken je door innovatie beter kan doen, bijvoorbeeld de elektronische dienstverlening. Oké, dus maar het overhevelen van taken is voor u ook bespreekbaar? Als dat beter en efficiënter bijvoorbeeld door private partijen kan worden gebeurd, wat bijvoorbeeld, daar hebben we hele goede afspraken over met de uitzendbranche. We gaan elkaar niet concurreren, we doen het samen. Dank u wel. Dank u wel. Joop Lindhorst was dat. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV. Mark Rutte dan. Over een week staat hij misschien al op het bordes naast de koningin. Maar het is nog maar een jaar geleden, ietsje meer, dat hij een erg verzwakt leider was van zijn partij, de VVD. En hoe